Het is steeds populairder iets meer te weten komen over je eigen achternaam. Waar komt je familie vandaan? Zit er nog iets spannends in de familie? Verrassende verhalen of ontnuchterende onthullingen? Coretta Bakker is bij mij aangeschoven in de studio van het Streekarchief Midden-Holland. En zij weet daar alles van. Wat doet het Streekarchief precies? Het Streekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de gemeente Schouda, Zuidplas, Krimpenerwaard en Krimpen aan de IJssel. Bewaart, dus ze beheert ze. Ze worden goed opgeslagen in een depot. Maar we bewaren ze niet alleen, maar we stellen ze ook ter beschikking. Dus mensen kunnen onderzoek doen naar bijvoorbeeld hun stamboom, maar ook naar de geschiedenis van hun huis. Of ze kunnen een bouwtekening opvragen. Gemeentes hebben informatie nodig uit archieven, dus het is eigenlijk heel breed. En tot hoe ver teruggaan die archieven? Ons oudste archiefstuk dateert uit 1271. Dat is een archiefstuk uit de stad Schoonhoven. En ja, alles van daarna. En wij bewaren de stukken die meestal net iets ouder zijn dan 20 jaar. Want alles wat nog jonger is dan 20 jaar, dat ligt nog bij de gemeente zelf. Dus als er bijvoorbeeld mensen zijn die in hun leven regelmatig verhuisd zijn en verhalen van opa's en oma's horen, daar ben ik geboren, daar heb ik gewoond, dan kunnen ze in dat streekarchief dus meer te weten komen over een woning bijvoorbeeld. Ja, met familieonderzoek ben je altijd nog wel ook gebonden aan een andere wet, de wet bescherming persoonsgegevens. En daar gelden wat andere termijnen voor dan de normale archiefstukken. Dus dan moet je meestal zoeken naar stukken die ouder zijn dan 50 jaar. En mogen mensen dan zelfstandig in die boeken neuzen? Mensen mogen gewoon zelfstandig in die boeken neuzen. Het is in principe allemaal openbaar. Het staat ook allemaal ter beschikking in de chocoladefabriek. Er zijn ook originele archiefstukken die uit ons depot moeten komen. Die moeten altijd even een dag gaan die op transport met het busje. Want ons depot staat tegenwoordig in Moordrecht. En dan kunnen mensen dat bij ons inzien in de studiezaal in de chocoladefabriek. Nou heeft de NTR op dit moment de serie Verborgen Verleden, waarin BN'ers op zoek gaan naar die onthullende verhalen. Ja. Maar dat is nu ook voor de gewone man slash vrouw weggelegd, want klopt. Dat doen jullie. Ja, dus het is al veel langer natuurlijk mogelijk om voorouderzoek te doen. Mensen hebben dat vroeger ook al gedaan, meestal om te kijken of ze van adellijke afkomst waren of welke families er allemaal in hun omgeving waren. Maar stamboomonderzoek wordt gewoon steeds populairder. Je merkt het ook naar aanleiding van zo'n televisieserie. Dat mensen denken, oh, dat is leuk. Als een Tom Egbers of een Loes Luca op zoek gaat naar hun voorouders, dan wil ik dat misschien ook wel eens doen. Alleen mensen weten niet zo vaak hoe ze dan moeten beginnen. En daar helpen wij ze nu bij met dit project. Ik zou me zo voor kunnen stellen dat als ik naar stamboom.nl of familienaam.nl of genealogie.nl ga, dat ik al een heel eind kom. Of valt dan, dat tegen? Dan valt dat nog een beetje tegen. Er zijn inderdaad wel pagina's waar je mee kan beginnen met je stamboomonderzoek. Maar je moet even weten inderdaad hoe je begint. Het is altijd even lastig van hoe zit je inderdaad met die periode van openbaarheid. Wanneer kan ik gaan zoeken in een archief? Wanneer kan ik gaan zoeken op internet? Dus wij geven in die cursus handvaten om te beginnen en tips en trucs om verder te gaan zoeken. Zijn er nou bepaalde namen die heel erg populair zijn en die dus zeker tot 1200 teruggaan? Dat is wat lastiger te zeggen, want de achternaam bestaat in principe pas sinds 1811. Toen moest iedereen verplicht een achternaam gaan gebruiken. Maar daarvoor werden ook al achternamen gebruikt, vaak inderdaad als bijnaam of als aanduiding van waar je vandaan kwam of welk beroep je had. Timmerman en Bakker zijn precies, zijn er Bakker natuurlijk is logisch inderdaad. Goede voorbeelden daarvan. Ja, of en, inderdaad van Gouda of van Schoonhoven. Ja. En als je Jansen heet, ben je de zoon van Jan. Ja, precies. En als je de Jong of de Vries heet, dan is het soms wat lastig om aan het stamboomonderzoek te gaan doen. Want die naam komt heel veel voor, dus dan moet je natuurlijk heel veel gaan zoeken. En welke details heb je dan nog meer nodig? Stel inderdaad iemand heet Jan de Vries en wil achter het verleden van zijn familienaam komen. Ja. Heel flauw is het grapje wat archivarissen vaak maken van als mensen echt willen beginnen met stamboomonderzoek en ze komen in de studiezaal, dan zeggen we altijd van wat heeft u nog thuis in uw schoenendoos liggen? Dus inderdaad van familiedocumenten zoals een trouwboekje of misschien zijn de overlijdensadvertenties. En we zeggen ook vaak van heeft u nog een oud oom, een oud tante, een oma die nog leeft? Zo ja. Hup, direct weer naar huis en uithoren. Want dan kan je aan zoveel mogelijk gegevens komen. Dus details van waar de familie heeft gewoond, oorspronkelijk precies, vandaan komt. Precies, en inderdaad van hoe heet de oma van haar eigen meisjesnaam. Of waar kwam ze misschien vandaan. Zodat je eerst zoveel mogelijk gegevens thuis verzamelt. Zodat je daarna kan gaan zoeken in de bronnen. Niet iedereen heeft dat. Soms weten mensen niet eens wat inderdaad de achternaam is van hun oma. En dan zijn er ook wel weer andere manieren om achter te komen. Dan zijn er wel wat andere bronnen om te gebruiken. Bijvoorbeeld de krant kan je gaan zoeken in overlijdensadvertenties. En dat staat allemaal in datzelfde streekarchief? En dat staat allemaal in datzelfde streekarchief, ja. Zijn er nou al onthutsende verhalen uit voortgekomen? Van mensen die op zoek gaan naar hun naam en dan denken, oh, had ik dit wel willen weten?
Het komt wel eens voor dat mensen inderdaad onthutsende verhalen vinden. Wat vaker voorkomt is dat mensen iets in hun familie gehoord hebben, een bepaald familieverhaal, en dat ze niet helemaal weten of het nou waar is, of het verhaal wordt steeds groter, steeds mooier. En dan komen ze eigenlijk naar het archief om te onderzoeken of dat waar is. En soms komen ze dan achter dat iets helemaal niet klopt en soms wordt inderdaad iets bevestigd. We krijgen wel eens mensen die zijn ervan overtuigd dat hun familie al eeuwenlang in Gouda woont en altijd protestant is geweest. En dan blijkt opa al katholiek zijn geweest en ergens uit het noorden van het land gekomen te zijn als weeskind. Dat, ja, soms valt dat tegen, soms valt dat mee. Dat hangt een beetje vanaf hoe mensen zich daarop instellen. Zijn er ook mensen die met een specifieke reden gaan zoeken in zo'n streekarchief? Mensen willen graag weten waar ze vandaan komen. Het geeft toch een bepaalde identiteit. In die serie Verborgen Verleden die je net noemde, zei Tom Egbers dat wel heel mooi. Het is van weten waar je vandaan komt, dat verrijkt je leven. Dus je verleden, dus je voorouders, die zeggen vaak ook iets over waar jij terechtgekomen bent. Hun keuzes zeggen misschien iets over hoe jij nu leeft. En dat is voor veel mensen een bevestiging. Of ze kunnen inderdaad zeggen van ja, die voorouder van mij was zo'n boef, dat zo wil ik niet leven. Maar het verrijkt meestal wel je eigen familiegeschiedenis. En zijn er ook bijzondere leuke verhalen? Bijzondere leuke verhalen zijn er vast. Je kan natuurlijk achterkomen dat je een bekende voorouder hebt. Misschien een bekende Gouwenaar die in je voorouders voorkomt. Of dat je misschien toch van adel bent, of dat je terwijl je het nooit dacht. Terwijl je dat nooit dacht. Misschien stoom je zo door naar de afstammeling van Karel de Grote. Dat komt ook wel vaker voor. En wat doen mensen dan met die informatie? Mensen die vinden het leuk om daar in hun familie over te vertellen. Sommige mensen publiceren een boek of zetten dat op internet. En wat we ook merken is dat inderdaad als je een aantal dingen gevonden hebt, dat het ook steeds verslavender werkt. Dus dat je steeds verder gaat zoeken naar nog meer gegevens. Wat kan ik nog meer vinden over die mensen? Nu heb ik alleen een naam of een geboortedatum. Maar ik wil ook iets meer weten over de tijd waarin ze leefden of de omgeving. Zijn er dan ook mensen die zeggen, nou ik ga het eerst van mezelf uitzoeken. En dan, oh misschien voor mevrouw, de buurman. Ja, komt voor. Je hebt inderdaad van die beroepsonderzoekers, noemen we dat meestal. Die dan inderdaad steeds verder gaan zoeken. Of gaan alle afstammelingen gaan uitzoeken van een bepaalde naam. En dan wekelijks in het archief kunnen zitten. En nou vragen we natuurlijk af, heeft u zelf wel eens gezocht op uw eigen naam? Ik heb zelf ook wel eens gezocht op mijn eigen naam. Ik heb alleen twee ouders die ook al aan stamboomonderzoek doen. Dus ik heb het waarschijnlijk van geen vreemde. En die hebben al heel veel uitgezocht. Dus af en toe zoek ik nog wel eens iets of het klopt. Of ik zoek wat extra gegevens uit. Maar in principe staat mijn stamboom al vast. En noem eens een korte hoofdlijn daarvan bijvoorbeeld. Een korte hoofdlijn. Je hebt heel veel voorouders, hè? Want je hebt natuurlijk twee ouders, vier grootouders, acht overgrootouders. Dus als je ergens tot in de 16e eeuw komt, dan zijn dat echt heel veel namen. Mijn moeder stamt af inderdaad van Karel de Grote, dus dat zou je bijzonder kunnen noemen. Ja, volgens mij is het meer bijzonder te noemen als je niet meer afstamt van Karel de Grote, maar dat terzijde. Mijn vader komt inderdaad uit de Alblasserwaard en er zijn gewoon mooie verhalen te vertellen over mensen uit de 15e, 16e eeuw. Ja. En nou is het voor iedereen weggelegd, want er gaat een cursus komen. Er gaat een cursus komen, dus mensen kunnen inderdaad zich opgeven voor die cursus. En dan helpen wij ze hoe ze moeten beginnen met hun stamboomonderzoek. En we zijn ook heel erg benieuwd naar de verhalen die eruit komen. Want dit project organiseren we samen met de historische vereniging Die Gouden. En die hebben er inderdaad ook een verhalenwedstrijd aan gekoppeld. Dus iedereen die inderdaad een mooi verhaal ontdekt, dat mag iets zijn over een opa of over een voorouder uit de 16e eeuw. Of zelfs als je zegt van nou, er zit een gevelsteen in mijn straat en ik zie een naam en ik wil daar meer over te weten komen. Schrijf er een verhaal over en lever het in bij Die Gouden. En dan win je er misschien nog een prijs mee. En die cursussen, waar en wanneer worden die gegeven? De cursussen worden gegeven in de Chocoladefabriek. En we hebben twee cursussen. Eentje op de donderdagavond en die begint op 18 februari. En eentje op de vrijdagochtend en die is op 19 februari. En de cursus wordt dan over twee lesdagen verdeeld. En zijn er kosten aan verbonden? De kosten zijn 10 euro, maar dat is dan inclusief de koffie en het lesmateriaal. En is het belangrijk dat mensen meteen de eerste keer die schoenendoos meenemen? Is handig om alvast even mee te beginnen inderdaad. En inderdaad ook die oud-oom even uit te horen van wat hij nog weet over de familie. Ja. Nou, ik ben heel erg benieuwd deze tijd naar de verhalen en heel veel succes met de cursus. Dank u wel. Dank u wel. Dit was Gouden Stad Magazine voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Wilt u deze of eerdere afleveringen nog een keer terugkijken? Dan kan dat in HD via onze website gouwestad.nl. Kies dan voor de optie uitzending gemist. Maar u kunt ook op ons eigen YouTube-kanaal kijken, RTV Gouwestad. Graag tot volgende week.
Lijkt het u ook leuk om te werken bij de lokale omroep? U werkt al samen met enthousiaste collega's en u krijgt de kans om interessante mensen te ontmoeten. Meld u aan via de website www.gouwestad.nl of mail naar tv@gouwestad.nl.